Goedendag, Gunther de Bakker van Corvinimo. Jullie hebben recent een nieuw project gestart in Spanje. Kunnen jullie er wat over toelichten? We hebben een overname gerealiseerd voor een totale portefeuille van 45 miljoen euro voor 5 bouwprojecten die we gaan realiseren in de Spaanse markt. De Spaanse markt is een zeer interessante groeimarkt vanuit rusthuisprojecten. Waarom? Omdat we daar enerzijds een hoge yield hebben en anderzijds een vrij oud immobiliënpark momenteel. En wat zijn uw verwachtingen voor het project? Verwacht u dat de vergrijzing door zal gaan in Spanje? Spanje kent in totaal 47 miljoen inwoners, waarvan 19% ouder is dan 65 jaar en 8% ouder is dan 80 jaar. Dit in combinatie met de verouderde infrastructuur betekent dat we toch wel absoluut een mooi groeipotentieel zien in de markt. Wat zijn uw verwachtingen voor het rendement van dit project? We verwachten een gemiddeld bruto rendement van 6% te kunnen realiseren, wat in vergelijking met de Belgische en Nederlandse markt toch wel aan de hoge kant is. En ook naar de toekomst toe hopen we in de toekomstige projecten ditzelfde rendement te kunnen aanhouden. Verwachten jullie nog meer dergelijke projecten in Spanje te gaan doen? Absoluut. We hebben nu recent een nieuwe business development manager aangeworven. Dat betekent dat deze markt onze absolute topprioriteit is qua business development en strategische groei. Kijken jullie nog naar andere regio's? Wij blijven alle mogelijke opportuniteiten bekijken in gans Europa, waar er goede rendementen kunnen gerealiseerd worden met een kwalitatief hoge vastgoedportfolio. Dat blijft bovenaan onze verwachtingen staan. Ja. En tenslotte, is dit dan het zwaartepunt nog steeds in de zorg, zorgvastgoed? De voorbije jaren is onze portfolio inderdaad geëvolueerd met een zwaartepunt in de zorgvastgoed. We hebben nu ongeveer 54% van de totale portfolio geïnvesteerd in zorgvastgoed. En naar de toekomst toe zal dit nog verder stijgen. Dank u wel.